Vijf uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het teruglopen van de omzetten van de paardentoto bedreigt de werkgelegenheid in de draf- en rensport. Dit schrijft minister Brax aan de Landbouwcommissie uit de Tweede Kamer. Hij kan zich over het algemeen verenigen met het rapport van de Structuurcommissie Draf- en Rensport. De bewindsman onderschrijft dan ook de opvatting van de commissie dat er jaarlijks niet meer dan 300 koersen moeten worden gehouden. Daarvoor worden dan drie baancombinaties genoemd. Wolvega-Groningen, Hilversum-Alkmaar en Duindicht-Nooddorp. De minister wil zo snel mogelijk met de Kamer over de financiële problemen bij de draf- en rensport overleggen. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan de positie van Schaarsberg in Limburg. Op de luchthaven van de Zuid-Chinese stad Canton is een Chinees verkeersvliegtuig bij de landing verongelukt. Het toestel, een Ilyushin 8, kwam van Lanzhou in Noordwest-China. Toen het de grond raakte, vloog het in brand. Het is niet bekend hoeveel doden er zijn. Het vliegveld van Canton is gesloten. De voorzitter van het Iraanse parlement, Rafsanjani, heeft erop aangedrongen dat de strijdkrachten een nieuw offensief tegen Irak beginnen. Dat moet leiden tot de val van de regering in Bagdad en tot beëindiging van de oorlog. De Iraanse parlementsvoorzitter sprak op een bijeenkomst op de universiteit in Teheran. De tactiek aan het front moet niet langer zijn gericht op de verdediging, maar op de aanval, aldus Rafsanjani. De manier waarop de oorlog nu wordt gevoerd is niet langer aanvaardbaar. Volgens de Iraanse media is een grote stroom vrijwilligers naar het front op gang gekomen sinds de Iraakse raketaanval van zondag op de zuidelijke stad Desfoul. Van het KNMI de weersverwachting geldt tot morgenavond. Veel bewolking en af en toe regen of motregen. Temperatuur oplopend tot ongeveer 8 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Districten Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en IJsselmeer, zuidwest 6. Districten Texel en Rottum, zuidwest tot west 7. Verkeersinformatie. Door sneeuw zijn de secundaire wegen plaatselijk glad in het noordoosten van het land. De gladheid verdwijnt de komende uren geleidelijk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug is een file van 3 kilometer. En de file op de A10 voor de Koentunnel is opgelost. Dat was het nieuws.